Vorig jaar februari werd Turkije getroffen door een verwoestende aardbeving. Veel hulp is al die kant op gegaan, maar nog steeds leven mensen met de gevolgen van de natuurramp. Daarom zet de Turkse gemeenschap in Molenhoek zich in om geld op te halen voor de getroffen gemeenschap. Tafels vol met heerlijke zoete Turkse hapjes, gemaakt door de Turkse gemeenschap in Molenhoek. Na een succesvolle eerste editie organiseert Stichting SEMA samen met het Lees- en Ontmoetingspunt voor de tweede keer een Turkse kermis. De opbrengst gaat naar de mensen in het getroffen aardbevingsgebied in Turkije. Er is heel veel hulp die kant op gegaan, maar het is nog niet voldoende. Dat de nood nog lang niet gelenigd is. En dat de Turkse gemeenschap naar mogelijkheden zoekt om extra middelen te genereren. Wij gaan uit van onze eigen kracht. De overheid doet haar best. Maar gelet op de grootte van de aardbeving, ja, waarschijnlijk heeft het wat tijd nodig. Vanuit de Turkse gemeenschap kregen de organisaties te horen dat de hulp nog steeds hard nodig is. Zo beginnen nu de scholen weer en veel gezinnen hebben geen geld voor de nodige schoolspullen. Scholen zijn begonnen. Kinderen die hebben weer schoolspullen nodig, althans boeken. Of inderdaad geldelijk steun om die boeken te kopen. Lesmiddelen, etc. Het geld gaat direct naar de gemeenschap in het getroffen gebied. De stichting zorgt ervoor dat het geld daar goed terecht komt. Dubbelzijdig is dat. Er worden zowel spullen gekocht, maar er wordt ook contant geld afgegeven voor mensen die hulpbehoevend zijn in Turkije. Dus beide eigenlijk. Beide. Afhankelijk van de situatie van de mensen die we kunnen bereiken. En die lekkere hapjes vallen goed in de smaak. Dan hebben al die Turkse mensen die lekkere hapjes gemaakt, thuis in hun eigen keuken. Ze hebben ze voor niks ter beschikking gesteld. En iedereen draagt op die manier een steentje bij. Want dat geld gaat mooi naar Turkije toe.